De 52-jarige Kenneth Urayukawa en de 23-jarige Arsenio Yubitana lieten op zaterdag het leven na een verkeersongeval op de Larecoweg. De bestuurder van een Toyota Opa met 6 inzittenden reed vermoedelijk met hoge snelheid en verloor bij het beschrijven van een bocht de controle over het stuur. Het voertuig belandde in een bosgage langs de weg en vervolgens tegen een omrastering van walabapalen en prikkeldraad. 6 gewonde passagiers werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de RGD Poli te Groningen. Onderweg naar de RGD Poli te Groningen lieten Kenneth en Arsenio het leven. De bestuurder, die militair is, was niet aanspreekbaar en is ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting. De verkeersbarometer stijgt landelijk naar 75 met het overlijden van deze verkeersslachtoffers. Aldus meldt het Korps Politie Suriname in haar bulletin.